Meneer Frits Berghoff bereid gevonden om nog een keertje mee te gaan. En is in dit geval wel heel erg nodig, want we hebben het ons na Grote Straat Zuid maken we het ons nu toch al heel erg moeilijk door de Korenmarkt te nemen. Want op de Korenmarkt is bijna niets meer wat nog op zijn oude plek staat. We beginnen hier bij het Centrumplein om aan te geven waar ongeveer het hotel van Houten de Prins heeft gestaan. En ik denk dat daar meneer Berghoff, of Frits mag ik zeggen, hè, dat Frits daar het meest van af weet. Ja. Kunt u dat vertellen? Zo ongeveer waar we hier staan, in het verlengde dus een beetje van Dütler, heeft dus voor de oorlog het hotel van Oost de Prins gestaan. Een zeer gerenommeerd hotel. Maar helaas, het is in de Tweede Wereldoorlog is het weggebombardeerd. Ja. En wat er overbleef in mijn jeugd, dat was een kaal pleintje. Ja, ja. Voorzien van een, kan ik nog wel herinneren, van een grote brievenbus van het Rode Kruis. Kon je oude bladen in stoppen. Ja. En wat verderop keek je in de richting dus van Cuperis, ja, ja. De ledikantenman. Oh, ja. 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 Maar dit loopt hier zo rechtdoor. Hè? Maar dat bankgebouw, dat staat helemaal scheef eigenlijk ten opzichte van deze bebouwing. Ja. De Wierdense straat heeft anders gelopen, denk ik. Ja, de Wierdense straat liep vanaf het bankgebouw eigenlijk schuin hierdoor. Richting het oude verkeershuis. Ja, daar herinner ik me nog. En daar kon je vanaf afstand al het verkeershuis. Ja, dat was toen inrichtingsverkeer. Ja. Of inrichtingsweg. Ik zeg verkeerd. Enkele rijbaan. Enkele rijbaan. Ja. En later in de 60 jaar is het een dubbele rijbaan geworden. Ja. Zo zat het in elkaar. Ja, toen alles afgebroken is. Dus deze gebouwen staan allemaal schuin op de weg zoals die vroeger lag. Exact. Exact. En nu onderweg naar de Korenmarkt. Ingang van V&D, Dütler, Hema, Livera, allemaal winkels die hier aan liggen. Op zich is het in de winterdagen wel mooi. Volgens mij, Frits, zitten we ongeveer hier, maar Cuperis begonnen. Ja, als we dit weg zouden kunnen denken en we zouden in die richting kijken, dan zouden we het pand van Cuperis zien. Ja. Nou, er is niks van te herkennen zo. Nee, tegenover mij zie je nog gebouwen die er vroeger ook al stonden. Twee stuks. In heel Almelo is het nog bekend als Botervat. De Botervat. Niemand die het barbiertje noemt. En het is ook jammer dat ze de naam veranderd hebben. Maar dat is al een echt heel bekend oud. Ik denk dat het een van de oudste cafeetjes is van Almelo. Ja. Het lag er altijd helemaal ingeklemd. En daarnaast dus het bekende Jan Peesie-pand. Ja. Ja. Jan Peesie was dus de grote kledingman met zijn eigen merk. Ja. Pekal-kleding, ik kan het me nog herinneren. Het punt waar je dus hier tegenaan staat te kijken, dat is eigenlijk de punt van de Grote Straat. Dit was namelijk het kruispunt, waar nou een auto aankomt. Ja. Daar ging je hier rechtsaf, ging je dus de Wierdense straat op en dan stak je schuin over. Ja. Ja, dat is mooi. Maar na Ben Wesseling, en er zit nou Promis in, maar er zat toen nog weer iets anders in. Weet jij wat dat was? Jawel, dat was het die drogisterij Kruidvat. En hier zit de Promis in, een damesmodezaak. Ja, het is wel veranderd, het pand. Ja, het bovenstuk niet. Het is de bovenstuk hetzelfde gebleven. Het is exact gebleven, en onder is het wel veranderd. Ja. Dit is het van oudsher, is dit het raadhuis? Het oude raadhuis, ja. Is het begonnen als het raadhuis? Ja, zover ik weet is het begonnen als het oude raadhuis. Gemeentehuis. En daar was vroeger aangepleisterd. Als ik het gestukken door. Ja, in mijn tijd in ieder geval wel. Oorspronkelijk is het zo gebouwd, ja. Nee, ja, het aangepleisterd, dat is zo'n modegril geweest, denk ik. In de jaren 20 zijn al die gebouwen zijn aangepleisterd, want dat was mooi. Het loop bijvoorbeeld was ook helemaal wit gepleisterd. Ja. Ja. En is nu ook weer hersteld. Dit is weer in de oude staat. Zo is hij weer in de mooie oude staat, zoals het dus vroeger ook was. Schitterend mooi is het. En weet jij wanneer dat weer in de oude staat teruggebracht is? Nou, dat zal inmiddels alweer een jaar of 15 terug geleden zijn. Ja. Het is dus gebouwd als gemeentehuis. En
Heeft er ook niet het politiebureau in gezeten? De politiebureau heeft erin gezeten. En volgens mij, wat ik me kan herinneren uit overlevering, heeft er ook nog een elektriciteitscentrale. Of de telefooncentrale heeft de telefooncentrale gezeten, heeft er ook nog in gezeten. Ja. Ja. En daarna de VVV? Daarna de VVV. Ja, toen werd het echt weer een horecabestemming. Ja, een bierbrouwerij. En toen, ja, een klein bierbrouwerij. Ja. Een kleine bier met het almeloze bier. Dat is... Ja. Ja. En toen werd het raadhuis. Ja, en nu is het omgetoverd tot wetshuis. Nou bij het pand van Ter Stal, dat is ook nieuw. En hier zat vroeger roggebroodbakker Kuipen. En daarna zat er een naaimachine. Naaimachine. Smol. En mijn broer nog gewerkt. Kuipen, dat was al wel heel lang geleden, maar na de oorlog was het inderdaad Smol. Ja. Je kunt het ook aan de oude foto's eigenlijk wel zien, dat er dus eerst in de gevel stond er dus een reclame in van Kuiper. Ja. Wat later weer vervangen werd door Smol. De naaimachinewinkel. En toen Smol gesloopt is, want dat moest toen in één keer, moest dat ja, het is uitgebrand. Het is afgebrand. Ja. Oh, is het afgebrand? Het is afgebrand, ja. En toen hebben ze een schutting langs gezet. Ja. Weet je dat nog? Nou, dat weet ik niet exact. Het gasveldje. Wat ik mij beter kan herinneren, dus dat naast Smol, dus dat daar de sigarenzaak zat van... Dick Nielander. Puin direct ernaast. Het had een etalage met een wat ronde bovenkant. Ja. Daarnaast zit dus weer dit oude pand, zoals het er nou nog staat, met de bovengevel van Berndsen. Interieur, antiek. Ja, daar woonde vroeger de Bruggekade. Dat kan wel, maar dat kan ik mij niet herinneren. Ja. Dat is voor mijn tijd geweest. Ja, daarnaast. Waar Rottek nog zit, daar heeft dus altijd hilarisch boekhandel in gezeten. Ja, van oudsher, hè? Een oud schitterend pand. Dat is een heel mooi pand. Ja. Ik heb tenminste altijd prachtig gevonden. Ja. De boekhandel die is, dacht ik, verkocht aan die uit Hengelo. Broekhuis. En die zitten nu om de hoek. Die zitten nu om de hoek. En dit is ongetwijfeld is dit vroeger ook een villa geweest van een of andere textiel. Naast Hilarius heeft daar Mulder Stoffenhuis gezeten. Maar dat is nu allemaal verboden. Ik herken het niet meer. Omdat daar om die hoek heen, zeg maar, dat is allemaal verboden. Dat herken ik niet. Er staat nu ook een pand wat helemaal niet past bij Kuipen. Nee. Maar daar haalden wij vroeger altijd de stof. Ja. Was het niet de Vleet of heeft de Vleet aan de andere kant gestaan? Dat zou ik niet weten. Dat weet ik niet. En daarnaast zat dus een gang. Volgens mij was dat de Jan Muldersgang. Jan Muldersgang, ja. Dat is vroeger een riviertje geweest. En dan ging je dus, liep je door naar het kolkje heen. Ja. En daarnaast zat het oude pand van Fotoboom. Fotoboom, ja. 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 En die moesten toen af om de weg breder te maken. Om de weg breder te maken. En nu hebben ze weer iets neergezet wat nergens op lijkt om de weg weer te smaller te maken. Exact. Hoe de grote straat gelopen heeft. En dan ging die pand van Pesi, dat stond, daar kwam bij een specialist nog bij vooruit. Ja. Maar dat moet ongeveer hier. Op deze plek zo ongeveer heeft Ludeking gestaan. Ludeking zat precies om de hoek met zijn café en restaurant. Ja. Het is nog bekend geworden in de tijd van de braderie in Almelo. Op het dak. Ja, Jan en Marie. Johnny Jordaan en Willy Alberti. Willy Alberti, die stonden boven op het dak te zingen. En hier stond alles zwart van het volk. Alles stond zwart van het volk. Ja. Ja. Dat was heel moeilijk allemaal. En dan lopen we nu ongeveer op trottoir bij Ludeking. Zo ongeveer. En als we dan zo schuinweg deze kant uitlopen, dan kreeg je naast Ludeking de sigarenzaak van Pookje Muller. Ja, en Veenstra, wat was dat weer voor een zaak? Dat was ook dus, Veenstra had dus die sigarenzaak overgenomen van Muller. Oh ja, ook sigaren. Ja. En daarnaast had je dus... Dus als we nou zo schuin doorlopen, dan kom je bij... Als we dan een paar meter doorlopen, dan zitten we ongeveer bij het pand van Van Oost de Prins, wat hij na de oorlog betrokken heeft. Ja. Weet je ook nog wie er voor de Oost de Prins is? Nee, ik heb geen idee. Ik heb me wel eens laten vertellen dat er mogelijkwijs een boekhandel in heeft gezeten. Ja, maar dat was na de tijd voor. En, dan, en naast Van Oost de Prins had je dus Henk Alberts met zijn schilderijen. Ja, dat is heel bekend. Dat is nou waar Eetam zit. Ja, die deelde het portiek samen met Ten Hopen, met Klokken. Ja. En daarnaast had je de kantoorboekhandel van Veen, die later verhuisd is naar Grote Straat Zuid. En dan verder kreeg je op de hoek een kantongericht. Ja. Grote gele gebouw. Het grote gele gebouw. Ja. Dat is een mooi gebouw. Ja, dat is een mooi rond gebouw. Het waren allemaal mooie panden eigenlijk. Het is dus eeuwig zonde dus dat het verdwenen is. Ja, is het ook. Want,
Het is er eigenlijk helemaal niks beter op geworden, hè? Nee, absoluut niet. Meneer de Almelo, die heeft al die panden moeten kopen, hè? Want er waren allemaal eigendommen van die zakenmensen. Ja. Mm-hmm. En wat mij nou opviel, dat was die eigenaren die het been het langst stijf hielden om te zeggen, ik verkoop het niet voor die centen. Die kregen daarna in de mooiste plekjes hier op de Grote Straat terug. En degene die snel waren met te zeggen van, nou, is akkoord, die zitten allemaal een heel eind weg. Ja, maar dus, zo ging dat meestal. Dan had je een goede rolmogelijkheid. Ja, ja. Vandaar dus dat Henk Albers ook een mooi pand kreeg dus in Zuid. En de zaak van Ten Hopen werd ook in die richting verplaatst. Ja, maar ja. Henk Albers heeft vrij lang zijn been stijf gehouden. Ontzettend om te zeggen van, ik ga niet weg. En op een gegeven moment zat hij er helemaal nog alleen in. En die kreeg het mooiste plekje. Ja. De auto's die gingen vroeger altijd allemaal gewoon door de Grote Straat. En de fietsers en zo. En dus daar hadden jullie misschien wel voordeel of nadeel van eigenlijk. Nou, vroeger was dus de Grote Straat één lang winkellint. Het werd wel de Kalverstraat van Twente genoemd. Maar dat is later functioneerde dat niet goed meer. Met name toen dus de industrie ook eigenlijk hier uit het centrum wegging. Het was wel een karakteristieke straat, hè? Met de kinderkopjes in het midden. Ja, dat is al heel lang geleden, hè? Nou, dat was dus na de oorlog, zeer zeker. Ja. Levensgevaarlijk in de winter als het geijzeld had. Echt glad was, ja. En, maar ja, dat was een... Deze panden zijn gesloopt. Ja. Wanneer was dat? Weet jij dat nog? Ik denk dat het rond de 60 jaren, 60, 61, 62 is geweest. Ja, ja. En dan was alles weg? Alles was weg. Hier staat nog een oude buis van gemetselde steen van ongeveer 1,5 meter doorsnee waar een riviertje doorliep. Nou, ik denk dat het zo is geweest, omdat dus naast het verkeershuis, daar heeft de molenstreng gelopen, heeft een water gelopen. Ja. En het liep min of meer onder de panden door. En daar zijn dus met het opgravingen die dus zijn gepleegd, zijn er nog wel bepaalde dingen weggehaald. Ja. En die zijn ook volgens mij nog wel te zien in het museum van Heemkunde. Dat heb ik nog gezien, die buis. Ja, maar daar liep hij van daar zo schuin, ja. Daar helemaal onderdoor. Ja. Daar kwam een hele schutting omheen, hè? Ja. Ja. En hier kwam die schutting, is die nog beschilderd geweest? Dat kan zijn, ik kan me het zo niet herinneren. Zou ik niet durven te zeggen. Nee, ja, maar in die tijd hadden ze nog wel eens dat ze bouwschuttingen helemaal gingen... maar je zat toen min of meer in de provo-tijd en dat was dus weer een... Bloemetjes erop en zo. Ik denk dat dat toen niet geweest is. Ik kan me het haast niet voorstellen. Nee, ik ook niet. Ja, toen de schutting dus eigenlijk weg was, of wegkwam, toen werd hier dus die tweebaans weggecreëerd. Toen werd dus het centrum weer opnieuw middendoor gesplitst. Ja. En toen kregen we dus, waar we nou hier links kijken, kwam dus de kijkgreep. Ja. En daarachter kwam Vrome Dreesman. En aan die kant kwam de HEMA. Dat is toen toch ook helemaal in die tijd ook verbouwd? Of is dat toen ook opnieuw opgebouwd? Dat is ook toen gebouwd, maar dat is, volgens mij stond het toen al in de stegers. Ja? Maar dan kun je nagaan hoe breed die doorgang was die het centrum midden doordeelde. Ja. Ja, maar de HEMA die had een heel breed trottoir. Heel breed trottoir. En dan had iedereen de fiets staan. Ja. Ja. Een grote luifel, hè? En een hele grote luifel. Ja. Maar ook hier zat een grote luifel langs en bij V&D een grote luifel. Ja. En die hebben ze afgebroken en dat zijn winkels geworden. Ja, het is allemaal, zoals wij noemen, eenheidsworst. Ja, het is allemaal hetzelfde wat je ziet. Maar het echte stukje oude Almelo, dat mis je. Ja. En dat is jammer. Nou. Ja, het is allemaal heel erg veranderd. Ja. Ook het verkeer wat allemaal omgeleid is. Nu, vroeger kwam je hier. Nou, weet jij dat daar bij het boordevaart nou zit? Dat daar vroeger de galg heeft gestaan. Daar heeft de galg gestaan, ja. Dat weet ik dus niet. Nee, maar dat weet ik ook niet. Maar ik weet het van ze horen zeggen. Ja. En er heeft daar de galg gestaan. En de laatste die daar opgehangen is, dat Pieperiet. Pieperiet. En die schijnt ook nog onschuldig opgehangen te zijn ook. Dat kan zijn, maar dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. Moet je eens nagaan. Dat is, en dat je is hebt het daarover, maar is dat niet uitgesproken daar in het... In het wetshuis. In het oude raad, in het wetshuis. Ja. Daar, ja, daarom stond daar de galg ook, omdat daar het raadhuis was. Boven zat dus een meubelzaak, dan was het 3 verdiepingen, was het, dat weet ik nog wel. En nu zit hier dan Citycon en Halvoorts en Pearl. En daarboven, dat is toen die meubelzaken eruit gingen. Ja, het is eigenlijk een beetje een tragedie. Een tragedie eigenlijk van de binnenstad. Want toen dus die meubelzaak eruit ging, toen kwam het leeg te staan. En toen heeft het... Christelijk MBO-college of Rijncollege heeft het gehuurd.
En daar heeft het middenstandsonderwijs in gezeten. Hetzelfde geldt voor Vrome Dreesman. Was boven eerst was het allemaal Vrome Dreesman. Ja, was er helemaal winkel. Maar dat liep op een gegeven moment niet meer. En nu is het eigenlijk voor het grootste gedeelte in beslag genomen door gedeelte dus van de gemeente. Onder andere de sociale dienst. En voor het onderwijs zitten dus ook kantoren in. Ook daar nog boven. Ook daar nog in, ja. En hier dit zijn allemaal appartementen geboden. Dit zijn appartementen allemaal verkoopt. Ja. Ik denk van een paar jaar geleden zo ongeveer. Ja, wel heel futuristisch, maar ja, of ik het mooi vind, dat is punt 2. Ja. Op zich is het natuurlijk best wel een goede oplossing om leerstand op die manier te gaan gebruiken voor gemeentediensten. Ook aan de rechterkant zien we dus ook een stuk leerstand boven de hemel. Ja, dat is helemaal leeg, ja. Want er heeft ook wel eens wat ingezet. Ja. Het is nooit eigenlijk wat geweest, het staat al jarenlang leeg. Nou, aan de achterkant zit nog een snoekerpaleis. Ja, dat is boven Duttelen. Ja. Ja, dus, en het kartongerecht heeft er ook nog een... Maar als je nou zo rondkijkt, hè, en dan is het toch eigenlijk een allegaatje van bouwstijlen. Hè. Ja. Terwijl het eigenlijk allemaal zo mooi was uit de 19e eeuw, 18e eeuw. Wel weer anders wil, hè? Ze willen dus de haven weer terughalen. Oh, dan willen ze weer terughalen. Ze willen het centrum toch weer een beetje de status geven zoals het vroeger ook was. Ja. Voordat we naar de Grote Straat Noord gaan, lijkt het me een goed idee om toch eerst eventjes dit centrumplein mee te pakken. Genegen zijn om ook hier nog eventjes mee te lopen. Ja, dat wil ik beslist wel doen. Ik heb hier heel veel goede herinneringen aan uit mijn jeugd. Oh, want hier heeft zoveel plaatsgevonden, daar valt er heel veel van te vertellen. Oh, kijk eens aan. En dan, je wordt nu alvast bedankt. Ook dat is niet nodig. Ik doe het met heel veel plezier. Het is fijn. Almelo boeit me altijd. Ja. En ik vind het heel leuk werk. En Trudy gaat ook weer mee? Ja hoor. Fijn. Zo is dat. Zijn we met z'n drieën. Ziet u ons dan weer terug?